Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer Henk de Jong, na een stroperig eerste half uur om het zo maar te zeggen, hebben jullie toch nog voorrust en narust door een stukje verder te zijn en een stukje zorgvuldiger alsnog de wedstrijd naar je toegetrokken. Zeg ik dat dan goed? Ja, dat zeg je wel goed. Maar ik vond de eerste half uur natuurlijk eens even wennen. Zij spelen met een hele sterke opstelling. Hè? Eigenlijk een maandagavond opstelling. Maar daar was ik wel blij mee. En ze speelden in een ander systeem. Ze speelden met 5 verdedigers. Waarbij de backs ook heel hoog druk gingen zetten. Waardoor er nog wel redelijk wat ruimte nog kwam. Ja, nee, inderdaad. Maar als je tegen 5 verdedigers speelt, vaak is er helemaal niks aan die hele wedstrijd. En wij proberen altijd wel iets van de wedstrijd te maken. Zodat de mensen leuk naar huis gaan. Nou, en dan maakten we op de goede momenten maakten we de goals. En er waren ook prachtige goals bij. Maar ook de manier van druk zetten tegen 5 verdedigers, hè, druk op hun centrum, dat hebben we bij Vlagen heel goed gedaan. En ook hoe komen we tot aanvallen, hè? Je moet dingen uitspelen om tot iets te komen, dat hebben we perfect gedaan. Wat me opviel in de tweede helft vergeleken in de eerste helft, was Paulussen ging iets lager spelen, waardoor er net wat meer ruimte voor Breij en Jacobs kwam. Had hij dat misschien in de eerste helft al wat meer moeten doen, of is dat in de rust echt meer een accent geweest? Nee, dat was eigenlijk voor rust al. En dus voor rust hebben we dat al omgezet. En daar hadden we van de voren over nagedacht dat als het niet echt loopt op middenveld, omdat je hebt Mees en dan heb je twee lopers. En die lopers, die moeten ze van het lopen hebben en niet echt van het voetballen. Nou ja, maar als Paulus uit de spits komt, dan kunnen ze gaan lopen. Maar toen zeiden we ook op middenveld, dan moet je eigenlijk wat meer voetbal hebben. Ja, dan hebben we dat omgewist. En dat hadden we van de voren wel met beide doorgenomen. Dus ze wisten ook vrij snel wat ze moesten doen. En Mikey Breij zei, trainer, ik kan wel in de spits spelen. Nou ja, klaar, heb ik vaker gedaan. Ja, in principe is dan Michael Breij dan echt een perfecte optie. Die kan op meerdere posities spelen. Een andere speler die onder jouw hemel is opgeleid is Isaac Kalon, hè? Ja, Isaac is, vind ik prachtig. Past goed op hem. Hij past ook op mij, moet ik zeggen, hoor. Maar hij past goed op hem en wij allemaal trouwens. Dat is een jongen, gisteren had hij op training, was een machtig moment. We speelden scherpe partijen en dan had hij even een robbertje met Mees Hoedemakers. Maar dan even naar elkaar kijken, hup, en dan gaan ze weer. En ja, dan worden we echt beter dat we niet gaan tegen elkaar aangestaan, dat is niks. Nou, je ziet vanavond ook hoe hij kan goals maken. Maar hij heeft ook wel assist. Hè. Vorige week had hij één moeten geven. Vindt hij ook het belangrijkste, de assist. En de goals is extra mooi meegenomen. Ja, vorige week had hij onder de wedstrijd al zijn excuses aangeboden aan Robert Muren. Hè. En dat vind ik ook mooie dingen. Als ik dat later hoor, denk oké, ik geef je op een flikker de hele week. Hè. Maar ook dat ik hoor van Robert, trainer, hij is wel bij me geweest, excuses aangeboden. Ja, dat is wel hoe sport is. En daar geniet hij ook van. Tot slot, op zich een prima start van de competitie. Vorig jaar kan ik me herinneren dat het ook niet dat jullie ook niet ongeslagen waren in het begin. Maakt op zich ook niet uit. Je bent op zich 3 punten verwijderd van de koppositie. Prima start kan je dit noemen. Ja, ik ben tevreden. Alleen we waren even niet tevreden met de manier van spelen. En ik snap ook even dat mensen daar even kritiek op hadden, hoor. Want ja, dat is ook niet wat wij willen. Hè? Maar je moet zo... ons voetbal vergt zo perfectionistisch iets en zoveel tempo. En ook wij hebben 6 maanden niet gevoetbald, net als alle andere teams. Hè. Dus je bent eigenlijk 6 maanden geblesseerd geweest. Ja, dan is dat even weg. En de tik die we gehad hebben met niet promoveren. Dus het is heel normaal wat er gebeurt. Meer is niet. En we gaan nog wel eens een deukje oplopen. Nou, het zijn menselijke fouten, maar nu eerst niet meer over de wedstrijd denken en gewoon lekker met z'n allen een biertje drinken. Ja, we gaan nu echt even genieten. En dat hebben we ook wel verdiend, want ja, de corona zit erin. We hebben vrij veel blessures en het zijn geen spierblessures. Het zijn gewoon echt een tikkie daar, een beetje knie. En nu weer het hoofd van Sambissa. Dus het is even heel smalletjes, maar we hebben even de tijd nu. We nemen even een paar dagen rust en dan doen we het opzet. Dat we even morgen herstellen binnen. En dan 2-3 dagen eventjes niks. Want dat moet even. Die jongens moeten even weer fris worden. Hè. Het is echt op het teen even. Nou, en daar hebben we het wel weer voor elkaar.